Dave Roelvink lijkt een flop in handen te hebben. Ophef over Beyoncé en Cindy Crawford zonder Photoshop. Katja en Thijs drukken geruchten de kop in. En ruzie over SM-film Fifty Shades of Grey. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week. Het leek zo'n goed idee. Topcrimineel Dave Roelvink volgen met een hele groep camera's. Afgelopen week was de eerste uitzending, maar helaas voor RTL 5, het was geen hit. Maar 500.000 kijkers. Ook werd het imago van Dave niet echt opgepoetst. Twitteraars vonden hem vooral verwend overkomen. Het internet was deze week in rep en roer. Een foto van Cindy Crawford lekte uit van een shoot uit 2013. En daar was te zien dat de buik van de 49-jarige er niet eens zo strak en gespierd uitzag als 30 jaar geleden. Ook Beyoncé kwam in opspraak. Haar onbewerkte foto zorgde voor een heuse Twitter-ruzie. Fans van de zangeres konden er niet over uit dat ze er niet uitzag zoals een Queen Bee altijd doet. Wekenlang konden we nergens anders over praten. Thijs en Katja Reumer-Schuurman gaan uit elkaar. Of toch niet? De eerste toast op mijn 40ste verjaardag. Hashtag dus, schreef Katja bij een foto van zichzelf en Thijs. Onzin, al die roddels. Stel ze het gewoon gezellig met z'n tweeën op de bank, te genieten van hoe mooi ze allebei zijn. Iedereen was er deze week mee bezig. Fifty Shades of Grey. Boek een hit, film een hit. Maar achter de schermen is er flinke ruzie. Schrijver E.L. James was niet blij met het script en stelde voor deel 2 zelf te gaan schrijven. Waarop de regisseur haar spullen bij elkaar pakte en wegliep. Voor de fans van de boeken lijkt het allemaal niet zo heel erg veel uit te maken. Zij blijven hoe dan ook genieten van hun held, Christian Grey.